Nou, ik heb hele beperkte informatie. En die informatie is dat er een duw- en trekpartij is geweest. En dat de journalist in veiligheid is gebracht door de stewards. Dat daarbij ook de kwetsuur is ontstaan. Maar nogmaals, we moeten de verklaring van de journalist nog krijgen. En we willen ook nog de beelden uitkijken die er gemaakt zijn. Zodat we echt een complete beeld hebben. En op basis daarvan ook kunnen handelen. Nou, die mensen zeggen wel dat er een enkeling wat journalisten hebben geïntimideerd en dat er een klap is gevallen. Dat betreur ik ten zeerste. Dat is niet waar de Graafschap voor staat, dat is niet waar het grootste deel van onze supporters voor staat. Dus we moeten dat echt gaan uitzoeken. Hij is heel erg geschrokken en dat is heel begrijpelijk, want dit is niet normaal wat hier gebeurt en wat er is gebeurd. Het lijkt wel of het al wekelijks aan het gebeuren is, maar het is niet normaal. Het is heel heftig. Hij komt daar gewoon zijn werk doen. En op een gegeven moment komen er vijf jonge mannen op je afrennen. En die beginnen op je in te slaan. Dat kan je met je hoofd niet bij. En hoe gewond is hij geraakt? Nou, hij heeft in ieder geval kneuzing in zijn hand overgehouden. Dat kwam omdat hij zijn eigen camera beschermde. Hij, zeg maar, hij ging zich klein maken en de camera zat er tussenin. Nou, daarbij is zijn hand gekneusd geraakt. En daarnaast is die beurs bij zijn schouders en zijn zij van zijn lichaam. En dat komt waarschijnlijk door de seconde klappen die toch wel op hem in zijn gegaan.